In juni 1999 brak er een vechtpartij uit in de Schönebergse flat van een grote Libanese familie. Een 16-jarige stak zijn 20-jarige zus dood. De familie belt de politie, die de dader arresteert. De noodarts is niet in staat het leven van de jonge vrouw te redden. Buren verklaren dat de jonge vrouw een vriend had die de broer niet accepteerde. Er is tot nu toe slechts één artikel op het net over deze zaak verschenen, zie hieronder. Later meldde zich hier een getuige die het volgende scenario beschreef. Meervat komt uit het Berlijnse deel van de Libanese Omeratenklan. In het ziekenhuis wordt ze verliefd op een Roemeense asielzoeker die op dezelfde afdeling wordt behandeld en zich voor haar tot de islam bekeert. De vader van Meervat wordt beschouwd als een bruut. Hij zou haar moeder in Libanon van het dak van een huis hebben gegooid en haar hebben gedood. De Berlijnse jeugdzorg organiseert dat Meervat naar een vrouwenopvang in Bremen kan vluchten. Hiervoor wordt zij bedreigd door haar familie, inclusief doodsbedreigingen aan het adres van de maatschappelijk werkers. Het gaat heen en weer, en op een dag meldt de havenpolitie van Rotterdam zich. Meervat werd vastgebonden aangetroffen en zou door haar familie naar Libanon worden gebracht, aldus de getuigen. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal Onderzoek eer.